You should move to LA with your best friend. Hi guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag zondagochtend en ik heb net een heel light make-up gedaan. Ik heb alleen zonnebrand op. Dan heb ik een heel klein beetje poeder, blush. En that's it. Ik ga namelijk varen met mijn ouders en met de hondjes. En Nancy gaat ook mee. Ik heb vandaag aan deze nieuwe swimsuit van LA Sisters. Deze is zo leuk. Ik heb hem nu in het wit aan. En daar heb ik gewoon bij een oude pantalon van LA Sisters. En dan heb ik dit blouseje erover van de Zara. En ik ga denk nu eventjes... Ik zou gaan lunchen met Nancy hier in de buurt. Of nou ja, ontbijten. Maar het is al 11:30 en de meid is er nog niet. Dus ik heb haar al gebeld. Van ik kan beter richting jullie komen. Richting jou komen. Ik ga eerst even een ijskoffie maken. En ik had deze nieuwe cups gekocht. Wat staat er? Barista Creations Coconut Flavor over ijs. Even kijken of ik lukt een ijskoffie te komen maken. Deze ijskoffie is zo lekker. Ik heb vanille siroop en karamel siroop erin gedaan. Echt yummy. Nancy heeft eindelijk opgenomen. De meid was de tijd vergeten. Dus ik zei beter om niet helemaal hier naartoe te komen. Ik ga nu gewoon eventjes naar de supermarkt. En dan ga ik richting mijn ouders. En dan komt ze gewoon daarheen. En ik heb een Jumbo gevonden. En ik ben nog nooit naar de Jumbo gegaan. Maar ik weet dat ze daar een hele lekkere kruidboter hebben. En daar heb ik trek even op de boot. Dus ik ga er eventjes naartoe. Zo... Let's start this Sunday, guys. Oké, ik heb de boodschappen gedaan. Ik heb ook eventjes een kaasbroodje voor mezelf. Ik ben nu bijna bij Nancy. Ik had eventjes bij haar heel even gewacht. Dan haal ik haar op en dan gaan we richting de boot. We zijn aangekomen op de boot. En Moni is hier. En Mochi met zijn zwemvest. En waar is Moni? Moni! Hey boy! Heb je zwemvest aan? Goed hoor. Mochiman. Zo liefje, Mochiman. We zijn nu lekker op de Amstel aan het varen. Ja, het is echt druk. We gaan ervoor naar Loetje. Aan de Amstel. Hi guys, het is vandaag alweer woensdag. En gisteren was het gewoon 37 graden. Ik heb in de ochtend gewerkt en in de middag ging ik varen met mijn ouders en Nancy ging ook mee. En we hebben echt gewoon gevaren tot, volgens mij tot 10 uur waren we pas terug in de haven. Toen ben ik naar huis gegaan, heb ik Moni gedoucht, want die heeft gezwommen ook. Ik had gisteren trouwens niet gevlogd, we hebben letterlijk gewoon de hele dag lekker gezwommen, gezond, gelezen. Echt gewoon een heerlijk relaxed dagje, begin van de week. Alright, mijn hele camera is uitgevallen. Ik had weer mijn geheugen zat vol, dus ik moest even wat oude clips verwijderen. Ik ga hem eventjes deze week even helemaal schoonmaken, mijn kaartje. Ik ga nu even een ijskoffietje maken to go en dan ga ik de deur uit. Ik heb een afspraak. Ik heb een ochtend al meeste werk gedaan voor vandaag. Ik heb nu een afspraak. Ik ga Moni even bij mijn ouders brengen en daarna haal ik hem weer op. En dan ga ik weer naar huis doen en dan ga ik weer verder werken. That's the planning of today. Voordat ik een ijskoffie ga maken, ik heb nieuwe hakken besteld. Die zijn zojuist binnengekomen. Ze zijn van Balenciaga. En ik weet eigenlijk helemaal niet of ze mooi zijn. Want ik zag dat het best een lage hak was. En ik hou zelf een beetje eigenlijk van hoge hakken. But ik dacht, dit is wel leuk voor de herfst. Maar ik zie inderdaad dat het wel een hele lage hak is. Ik moet ze even passen. Even kijken of het staat. Ik kan ze ook even pakken. Ik ga ze wel gelijk nu even passen. Nou, ik heb ze nu aan. Ik zeg je eerlijk, ik heb maat 37,5. En mijn rechtervoet zit echt een beetje te strak. En ik heb nog niet eens sokken aan. En ik weet ook niet echt of ik ze leuk vind. Ik vind ze een beetje heks. Als jullie snappen wat ik bedoel. Met een legging zou het misschien wel leuk zijn, maar ik moet ze sowieso ruilen voor een maat 38. Terwijl ik altijd 37 heb, maar ze vallen dus blijkbaar klein. Maar nee, dit is wel te klein voor mij, helaas. Ik stuur echt nooit wat terug, bijna. Maar
Maar deze moet ik helaas wel terugsturen of ruilen voor een 38. Hele volgeladen lift, guys. Ik heb trouwens even andere oorbellen ingedaan. Ik vond deze wat leuker staan. Ik ga nu snel dit pakket retourneren. Ik heb lekker eventjes een 39 kilometer. Ga rechtdoor. Ik heb 6 gehaald. Met mosterdsaus en frietsaus. Ik heb spijt, guys. Ik twijfel tussen een kip 6 en een kip 9. En ik heb hem nu al op en ik heb nog steeds trek. Ik ga dus een kip 9 nemen. We zijn inmiddels een halve dag verder. Ik moest even tanken. En ik heb deze gehaald. Deze vind ik trouwens heel lekker. Dit is rabarber en aardbei. Snoepies. Chips. Oh mijn god. En ik heb voor het eerst een kroketbroodje. Ik zag het liggen. En ik dacht, ik ga het een keer proberen. Even kijken of het lekker is. Oh. Er is nog maar bladerdeeg. Maar ik durf niet. Het is heel veel warm. Lekker wel. Ik krijg mooi flesje op, guys. Ik ben zo zwak. Oh. Ik ga nu money ophalen. En dan beslissen of ik bij mijn ouders ga eten. En daar gaan blijven of gelijk naar huis gaan. Let's go. Ik had helemaal niet meer gevlogd. Maar ik ben nu bij mijn ouders. En ik ga die izakaya salade maken. Ik zal jullie zo laten zien hoe dat moet. Ja, ik zeg wel izakaya salade. Maar ik had eigenlijk gewoon een beetje zelf bedacht. Wat ik dacht wat lekker was. Dus ik doe parmezaanse kaas. Ik moet eigenlijk met baby spinazie, maar die hadden ze meer, dus heb ik spinazie. En dan doe je de spinazie in een bol, dan doe ik een beetje truffelolie erbij. Gemixt met sojasaus. Wat ik aan het vertellen was, izakaya, die doet er dus ook nog garnalen bij, maar we gaan biefstuk balie maken. Dus ik ga het zonder garnalen maken. En dan doe ik hier nog een fruituitje bij en heb een heerlijke salade. Ik vergeet te vloggen, maar dit is het resultaat. Hi guys, het is vandaag alweer zaterdag en het is nog redelijk vroeg voor mij voor een zaterdag. Volgens mij is het 10:30. Ik heb me net klaargemaakt. Dit is de look of the day. Ik heb deze nieuwe camouflage pants aan van LA Sisters. Ik zal hem zo in een lange spiegel even beter laten zien. En ik heb net voor het eerst weer een nieuwe gloss op. Ik had echt altijd, of ja, ik heb altijd deze van Dior. Ik zal hem even voor jullie filmen. Dit is echt mijn go-to lipgloss, die Maximizer, maar hij is wel echt een beetje op. Dus ik heb nu net een nieuwe geopend. Deze van Reva. En hij is echt very glossy. En ik vind hem eigenlijk echt wel mooi. Anyways, ik ga nu even met mijn moeder naar Amstelveen, winkelcentrum. Ik wil wat dingetjes kopen. En in de avond heb ik met Nancy afgesproken. En misschien ga ik in de middag nog even mee met mijn ouders varen. Kijk, hier kunnen jullie de nieuwe broek beter zien. Deze gaat in de herfst komen. Hoe leuk is deze nieuwe LA Sisters camouflage pants, donkergroen. Ik heb ze gecombineerd met mijn Crocs. En ik neem dit blazertje mee van LA Sisters. Ik weet niet of deze eigenlijk nog op voorraad is. Maar dat is de pinstripe blazer. En dan heb ik een Chanel tas erbij. En deze, dit shirtje is een sporttopje. En volgens mij is deze van Pretty Little Thing. Dat is de outfit of today. We zijn aangekomen in Amstelveen. Moni is mee. Moni en mama zitten even bij de Starbucks. Ze hebben een koffie besteld. En ik haal even lekker een hotdog van de Hema. Ik vind deze dus zo lekker. Helemaal hotdog. Ik ben nu bij mijn ouders thuis. En ik had eigenlijk niks gekocht. Alleen dingen voor Moni. Ik had deze grote knuffel gekocht. Een nieuw kammetje. Deze snoepjes. Vindt hij lekker. En nog meer snoepjes. En die ander. Deze. Dit zijn zijn lievelings. Zien. Deze. Zijn ook nog even naar de Action gegaan. En nog meer spullen voor Moni. Weer training pads. Deze wipes voor zijn gezicht. En ik heb deze nieuwe voerbakjes. Ik vond het gouden niet zo leuk. Maar als ze vol zijn zie je dat niet echt. Past wel leuk in mijn huis, denk ik.
En ik heb weer deze lekkere saus. Dit is yummy saus. Zo lekker dit. Nou. Ik zit in de auto met Bonnie en met Nets. Hallo. Het is nu inmiddels 5 uur. En we gaan denk ik even alvast naar het terrasje toe. En dan gaan we daar ook eten. We denken dat we naar Louis Louis gaan. Ik ben er zelf nooit geweest. Maar ik rijd er heel vaak langs. Dus ik denk dat Nancy is wel een keer geweest. Dus ik denk dat we daar eventjes naartoe alvast gaan. En als het te druk is op het terras, gaan we naar iets anders. Maar laten we gewoon even kijken. Bom, bom, bom. Ik wil iets bestellen of niet? Neem jij maar, ik heb nog even geen trek. Ja, ik ook nog niet echt hoor. Maar... We zitten bij Louis Louis. Je ziet me niet, denk ik. Door de tegenblik. We hebben een lekker plekje. Oh nee hoor. Dan zie je hem ook niet. Tegenbelichting. Moni, ga rustig zijn. We hebben lekker sweet potato fries, nachos. En er komen nog cauliflower nuggets. Die ben ik heel benieuwd naar. Dan nog meer mini pita jackfruits. Ja, ik ben heel benieuwd. Dit smaakt in ieder geval al lekker, deze. Maar ja, we all love this. Sweet potato fries. En Moni zit gewoon op de bank. Kleine boefie. Het ziet er allemaal heel lekker uit. Nachos zijn super lekker ook. Dit zijn die cauliflower nuggets. En dit is dus de pita met jackfruit. Ze zei dat ze alle twee heel lekker waren. Nou, eet smakelijk. Dit is trouwens een oost tentje. Nou, ben benieuwd. Ik ga hem ook even eten. Ja. Hi guys, ik was vanochtend mijn vlog aan het editen. En ik zag dat ik hem helemaal vergeten was af te sluiten. Trouwens, als je wil weten wat ik vanavond ga doen, check out my next video. Anyways, bij deze ga ik dus de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. En dan zie ik jullie hopefully next week weer. Peace! You should move to LA with your best friend.